In een groot deel van Nederland is het mistig momenteel. De mist die gaat de komende uren verdwijnen. En dan is er af en toe zon, maar vallen er ook een aantal buien. De satellietfoto is goed te zien dat de meeste buien nu nog boven zee zich bevinden. Vanochtend dus mistig, met temperaturen tussen de 10 en de 13 graden. Als de mist oplost, dan komt de zon tevoorschijn. Maar vanmiddag gaan er dan wel weer lokaal een paar buien vallen. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 16 en 17 graden. En er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond verdwijnen de meeste buien weer, alleen aan zee blijft de kans op een bui aanwezig. De temperatuur daalt naar zo'n 13 tot 15 graden en de minima liggen vannacht tussen de 7 en 11 graden. De wind die draait naar het zuidwesten. Morgen zijn er eerst wolkenvelden en kan er lokaal nog een bui vallen, maar in de loop van de dag blijft het op de meeste plaatsen droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 16 tot 17 graden. Donderdag, vrijdag en ook zaterdag zijn vrijwel droge dagen. De temperatuur gaat verder omhoog. Het wordt 17 tot 19 graden en er zijn zonnige perioden. In de ochtenden is er wel kans op mist. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.